Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tultrex, de enige echte. Nou, toch wel een van de allerbeste video's. Of nou ja, allerbeste. Dat is ook wel weer af te vragen. Van, is het de allerbeste? Maar in ieder geval bizarste. Eigenlijk de allerbizarste video die ik ooit in die 5 jaar of 6 jaar bijna iets Ultrex. Een van de gedenkwaardigste video's op mijn kanaal. Het afscheid van het spookslot, jullie hebben het gezien. Inmiddels heb ik alweer lekker mijn haar kort geschoren. De volgende vlog heb ik weer iets langer haar. En die andere vlog ook weer iets korter haar. Deze twee video's tussen de volgende vlog. Die heb ik later natuurlijk opgenomen. Het was allemaal heel druk van het weekend. Maar het was zondag zover, jongens. Zondag was het zover. Het einde van het spookslot. Wat is mijn ervaring van de dag? En hoe is de dag geweest? Nog een klein beetje even bijkletsen over hoe de dag geweest is. Want het was al echt een enorme, bijzondere gebeurtenis en ervaring. Het einde van het spookslot. Het is voorbij. De poorten zijn voorgoed gesloten. Een dag daarna zijn ze al gelijk al direct begonnen. Inmiddels zijn er al wat vleermuizen verwijderd. Net vleermuizen, want de PVV die wou dat de sloop gestopt werd omdat de vleermuizen in het spookslot zouden zitten. Het is allemaal bullshit. Het is gewoon helemaal niet die reden. Gewoon een drogreden is het. De PVV die heeft dat gewoon alleen maar gezegd om het sloop van het spookslot te dwarsbomen. Zodat het spookslot niet gesloopt wordt. Maar ja. Dus uitstel van executie is het. Uitstel van executie. Want het spookslot gaat toch sowieso wel tegen de vlakte. Of dat het nou nu is, of over een maand, of over 2 maanden. Het spookslot gaat weg. En ik vind het ook heel jammer. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, kom op hé. Het is maar een gebouw, het is maar een attractie hoor. Niet zo heel erg emotioneel gaan lopen doen. Het is mooi geweest. En de Efteling kennende zal ze heus wel weer wat moois ervoor terugplaatsen. Dus het was wel echt een enorme, unieke ervaring was het. Iedereen was er, ik heb weer een heleboel vloggers gezien. Ik heb 5 keer het spookslot gedaan die dag en het was een ervaring om nooit te vergeten in ieder geval. Dat is eigenlijk het enige wat ik een klein beetje wil zeggen. Wat jullie misschien ook in de vlog gehoord hebben. Dat is het personeel. Het personeel was echt op een gegeven moment een beetje met een dreigende taal van jongens doorlopen. Maar later dacht ik ook weer bij mijn eigen van eigenlijk ook wel terecht. Want wij bleven natuurlijk expres. Iedereen bleef expres in de wachtrij en wou niet naar voren toe. Iedereen wou bij de laatste rit wezen. Nou, jullie hebben het gezien. Wij zijn er niet geweest. In ieder geval. En de mensen die nu beweren dat ze bij het laatste ritje ooit van de spookslot waren, die liegen. Want het allerlaatste, de allerlaatste voorstelling was voor het personeel. Dus sowieso heeft niemand het laatste ritje gehad. Maar dat maakt ook niet uit. Ik ben in ieder geval blij dat ik die dag geweest ben. Echt een heleboel ervaringen en dingen rijken. Ik moest de dag, daarna moest ik gewoon werken. Als ik dat geweten had, had ik eigenlijk wel een dag vrijgenomen. Want het waren zoveel verschillende indrukken. Ik stond me aan er eigenlijk een beetje te shaken van alle ervaringen. Want het was toch wel uniek, een unieke gebeurtenis. Zijn er al een heleboel attracties zijn er inmiddels alweer weggegaan natuurlijk. De Bob, de Polka Marina, al die attracties die zijn allemaal gesloopt allemaal.
En ja, daar was ik niet bij. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik bij een sluiting van een attractie was. Ook trouwens, natuurlijk ook Monsieur Cannibal natuurlijk. Maar daar was ik allemaal niet bij. Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik bij een afscheid was van een attractie in Efteling. En het was echt een bijzondere ervaring. Het klappen na afloop, als weer een voorstelling afgelopen was, was kippenvel. Ik vond het echt ontzettend mooi. Ja, vanuit het publiek zelf vond ik ook echt dat er een gezellige sfeer hing. Het was ontzettend druk, jullie hebben het gezien. Maar ik vond de sfeer vond ik echt heel erg goed. Er waren natuurlijk altijd weer mensen bij. Maar dat heb ik in de paar vlogs terug, heb ik dat ook al gezegd. Er zijn natuurlijk altijd weer mensen bij. Ja, jammer. Maar in ieder geval was het wel een enorme unieke ervaring. Ik heb echt een heleboel vloggers gezien. Ik heb Bart Baan gezien. Ik heb Niels Keumel gezien. Ik heb Kev Rijts gezien. Ik heb Quincy gezien. Ik heb de Citronenvlog gezien. Erwin. En het was een unieke ervaring om dit mee te maken. Het einde van zo'n iconische attractie. De dag daarna zijn ze dus al begonnen. Vleermuizen weggehaald. Ze hebben in de tunnel, zeg maar, hebben ze al de kandelaren, of de, hoe noem je dat, wat ze op de plafond hebben hangen, die lampen, die hebben ze al weggehaald. Inmiddels is ook bekend geworden dat de grote geest, de Indische geest of zoiets, die hebben ze weggehaald. Die stond in de wachtrij. Hebben jullie ook nog in de vlog gezien. We hebben echt, ik heb zo verschrikkelijk gelachen. Ondanks alles heb ik ook wel weer verschrikkelijk gelachen. Ik heb weer dingen meegemaakt. Sommige dingen. Ramon bijvoorbeeld, die aan die vent ging vragen of dat hij wou toeteren. Ik heb zoveel grappige dingen meegemaakt. Ja, was op een gegeven moment was er eventjes een iets van dat er. Dat we te horen kregen dat we echt de laatste waren. Nou, dat was dus niet waar. We hebben een van de laatste ritten gehad. Of een van de laatste voorstellingen. Maar niet de allerlaatste. En dat is ook niet erg. Op een gegeven moment waren we het ook wel een klein beetje zat. We waren moe. En toen zijn we naar huis gegaan. En er stond nog zo'n verschrikkelijk lange wachtrij. Stond, dat we zoiets hadden van nou. We stoppen ermee. We gaan gewoon nu voor ons de laatste keer doen. En dan gaan we lekker naar huis toe. Inpakken en wegwezen. Jullie zagen trouwens ook op het einde. Zagen jullie dat ik me excuseerde dat de vlog pas dinsdag geweest is. Nou, jullie hebben het gezien. Het is maandag was het al geweest. Ik was maandag een paar uur eerder vrij. En toen heb ik die vlog toch nog in elkaar kunnen zetten. Om hem om hem op een maandag online te zetten. Dat was ook de bedoeling eigenlijk in eerste instantie. Zonder filmen. En maandag wou ik hem eigenlijk gelijk al online hebben. Ik wou hem eigenlijk direct eigenlijk online hebben. Omdat het gewoon ontzettend leuk is. Een leuke, unieke ervaring. En daar wou ik hem zo snel mogelijk online zetten. Maar op het moment dat ik dus die vlog filmde en ik me excuseerde, toen wist ik nog niet dat ik die andere dag maar tot 2 uur hoefde te werken. Dat was vanwege de warmte. En dus kon ik maandag toch de vlog maken. En om 9 uur is die afgelopen maandag in première gegaan. Was ontzettend leuk, ontzettend tof was het. Was echt blij dat het dat ik dus de vlog op tijd online heb kunnen zetten. En jullie hebben dus kunnen genieten ongeveer 1,5 uur... van het, mijn afscheid van het Spookslot samen met Joost en met Ramonski. Dus hierna krijgen jullie nog een vlog te zien. Die is in ieder geval de dag voor de Efteling opgenomen. Die gaan jullie nog zien. De dagen is momenteel even een chaos. En ik ga later wel vertellen waarom dat is. Want het is een beetje chaos momenteel met de dagen. Dus er kunnen zelfs 3 tot 4 dagen tussen zitten voordat er pas weer een nieuwe vlog komt. Mijn excuses daarvoor, maar het is eenmaal helaas even niet anders.
Het kan ook zijn dat het gewoon onder 2 dagen is. Ik moet nog even kijken. Ik kom nog niet echt heel erg goed uit. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. In ieder geval, jongens, bedankt jullie voor het kijken. Dit was weer een vlogje. Even een terugblik op het afscheid van het spookslot. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik jullie zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, groeten van deze kant. En tot de volgende vlog. Ik ga weer veel te snel raaskallen. Ik ga hem neerleggen. Jongens, fijne dag verder. En ik spreek jullie bij de volgende vlog. En dat zal dus zijn de kermis in Roosendaal. Ik ga alvast spoileren. De volgende vlog is dus de kermis in Roosendaal. Jongens, groetjes. Hoi, hoi.